De bibliotheek organiseerde in november een flashmob. Dit is een spontaan evenement waar iedereen bij kan aansluiten. In Veendam was het niet echt een spontane actie, want men had de actie in diverse media aangekondigd. De flashmob was een onderdeel van de wedstrijd Dat Doet de Biep, waar landelijk 50 bibliotheken aan meededen. De Veendammers deden het goed in deze wedstrijd, want ze stonden heel lang op een gedeelde eerste plaats. De directie van de Veendamme Bibliotheek werd daarom uitgenodigd voor de finale in Middelburg. En daar bleek dat uiteindelijk de derde prijs, een optreden van cabaretier Sylvester, was gewonnen. En wij kijken eventjes naar de opnames die wij maakten van de flashmob. Ja, tuurlijk kan ik het. Keep reading and reading and reading and reading and reading.
tot zover onze reportage over de flesmop van de Bibliotheek Veenland.